Gisteren stond de noordelijke derby in de topklasse tussen Bikwik 1887 en WKE uit Emmen op het programma. Mocht Bikwik deze wedstrijd winnen, dan behoudt het de aansluiting bij de middenmoot. Zo niet, dan zouden de Groningers op de ranglijst gepasseerd worden door WKE. Er waren ruim 1500 toeschouwers en die zagen dat beide ploegen in het begin van de eerste helft gelijk opgingen. De 12e minuut. Jan Hooiveld ontvangt na slordig spel de bal, zet hem voor. Maar Jume Ramos weet de bal niet in het doel te krijgen. Nog geen minuut later zijn de Groningers weer aan zet. De inzet van Brian Inge wordt knap gered. Rob van der Leij kan net niet bij de bal. En de rebound van Inge wordt wederom gepareerd door doelman Diederik Bangma. Het is een enerverende fase in de wedstrijd. Jongsma zet voor. Maar het is Snijders die knap redding brengt op de inzet van Robin Demeijer. Halverwege de tweede helft, een vrije trap voor WKE. Guus de Vries schiet hard in, maar de bal belandt op de vuisten van Snijders. Vlak voor rust nog één kans voor Bikwik. Kevin van der Kooi schiet en net naast. Begin tweede helft, een corner voor WKE. De kopbal van Guus de Vries gaat ter nauwernood over. Kort daarna balverlies Bikwik. Demeijer haalt uit en het is Ramos die in de rebound de Emmenaren alsnog verdiend op voorsprong zet. 10 minuten later een vrije trap voor Bikwik. Hoksaai achter de bal. Hij haalt uit en de bal valt binnen. Doelman Diederik Bangma kansloos nadat de bal van richting wordt veranderd door Zimmerman. Zo staat het alweer gelijk. In de 67e minuut. Een misverstand in de verdediging van Bikwik. Een slappe bal van Hoksaai. Snijders twijfelt met uitkomen. Sarko die grijpt onvoldoende in. Maar de keeper herstelt alsnog. Een kwartier voor tijd. Een grote kans voor Bikwik. Van der Leij ontvangt de bal rand 16, maar schiet rakelings over. 3 minuten later, een niet te missen kans voor WKE. Kunst zet voor, maar bij de tweede paal weet Jongsma de bal op miraculeuze wijze niet binnen te werken. Hij kan het zelf amper geloven. David Modderman, erin gekomen voor Van der Kooi, kent een sterke invalbeurt. Hoksaai zet voor, maar Modderman kopt de bal net over de goal. In de slotfase nog een kans voor WKE. Het is Snijders die zijn ploeg op de been houdt door knap redding te brengen op de kopbal van Hooiveld. 5 minuten voor het einde. Een voorzet van de sterk spelende Modderman. Captain Aaron Strengelt weet de bal bij de tweede paal knap binnen te tikken en zet zo de Groningers op een 2-1 voorsprong. Luttele minuten later ontvangt Modderman de bal van Van der Leij. Hij versnelt, maakt de actie en schiet de bal overtuigend achter Diederik Bangma. 3-1 voor Bikwik. De Groningers behouden door deze winst de gewenste aansluiting bij de middenmoot. WKE zakt hierdoor naar de 14e plek op de ranglijst. Man of the match, David Modderman, zat na afloop van de wedstrijd nog vol adrenaline. Het is echt een heerlijk gevoel. Eigenlijk een droom die uitkomt. Je mag invallen laatste kwartier. Je denkt, je moet alles geven. Je krijgt ook de taak. Op alles gaan lopen. En je geeft assist en een goal in blessuretijd. Ja, dat is zo'n fantastisch gevoel. Echt adrenaline giert door mijn lichaam. Ook trainer Micha Visser was tevreden. Met wat voor gevoel sta je? Ja, met een heel lekker gevoel natuurlijk. Omdat we eigenlijk in de... De tweede helft was een best open wedstrijd, waarin er beide kanten op kon. Grote kansen voor beide ploegen. Ja, op de duur zeiden we gedurende de tweede helft al van puntje komt misschien wel overeen met het speelbeeld. Maar goed, toen scoorden we nog 2 keer, dus dat heerlijk, absoluut. De laatste goal, kan je hem nog even beschrijven? Ja, kijk, zoals ik zei, ik moest gewoon echt op alles gaan lopen. En ik zag dat Aaron de bal op het middenveld kreeg en hij kreeg me opgedraaid. Ja, toen dacht ik gewoon gaan en ja, toen stak je hem heel goed diep. En kwam ik 1-1 en toen mijn schijnbeweging ging een beetje naar het zijkant. En toen dacht ik verre hoek. En de keeper kwam er niet meer bij. En zo'n ontlading naar de hoek toe en met z'n allen bij elkaar. Ja, dat was echt heerlijk. Al met al dus een mooie afsluiting van de wedstrijd. Hartstikke lekker, ja. Super gevoel. Bikwik 1887 speelt volgende week zondag in het Limburgse Echt tegen EVV.